De beelden van Gronekarting worden mede mogelijk gemaakt door Kartcentrum Lelystad, Acer en Goodsign. C met achterop de ketting aangedreven, direct vanaf het blok op de achteras. Was geen koppeling zoals bij de roodaxe. Wat gaan we doen? Het licht is uit. Dave van Vught die gaat aardig mee. Lucas blijft ver achter. Maar die denkt van, ik blijf even uit de eerste bocht weg, want er gebeurt toch alles wat. Heel slim wat hij gedaan heeft om even een afwachtende houding aan te nemen. En langzaam maar zeker, let maar op. Hij zit nu nog achterin met startnummer 3. Komt 10 naar voren. Let maar op mijn woorden. En anders niet. Nou, hij is er nu al mee bezig. Hij heeft al 2 plaatsen gewonnen. Guillaume Frank. Vol achter de nummer 4. Achter Koen Doren. Achter Koen Doren. De man uit het team van Patrick de Vries en Jennifer van der Beek. Koen Doren met startnummer 4 aan de leiding. Zo. De man uit Blaricum en de man ook die op het podium stond in Kerpen. Koen Doren, bijgestaan door Jennifer van der Beek en Patrick de Vries. Ik zei het al eerder, die de Vries heeft al heel wat kampioenen op de kartbaan neergezet. Wil nog niet zeggen dat hij gelijk al in de eerste wedstrijd al dan beslist, of in de eerste meters beslist zal worden. Maar het is dringend geblazen. Dan is Dion Frank vlak achter Koen Doren, achter nummer 4. En die beelden, die zie je zo gaaf, hè. Zo mooi is het op het ogenblik. Doren vlak achter Doren is het dan de chicane in, dan op naar het rechte stuk. Wat is het schitterend, dan zal je thuis maar zien, hè. Goodsign is daar onder andere de man van de sponsor. Dan hebben we vandaag de dagsponsor, is Rapport, de makelaardij en de assurantie aan de kant. En dan vlak achter de nummer 4 zit hij, hè. Dion Frank vlak achter Koen Doren. Achter Koen Doren vinden we Dion Frank met Robert de Haan. Chris Hane, snelste tijd. Schoenmakers al inmiddels op een 13e plaats. Met startnummer 3 dan wel te verstaan. Een prachtig mooi treintje met z'n drieën bij elkaar. Dan had je eigenlijk verwacht dat Schoenmakers met Van Vught mee zou gaan. Maar Van Vught staat al op een 9e plek van achteraf. Koen Doren aan de leiding. Koen Doren aan de leiding. Achter hem Dion Frank. Als je dan in de vorige manse zag dat Dion Frank continu zijn lijn moest verdedigen. En Koen Doren op dezelfde lijn blijft zitten. Geeft hij toch een vorm van, ik vind het goed, ik vind het best. Maar dit doe ik. Ik hoef nog niet direct naar rechts om een lijn of om mezelf te verdedigen. Het gaat in ieder geval nog zoals het moet. De laatste rondes kunnen natuurlijk wel betekenen dat het, sowieso wordt het dan wel anders hoor. Wordt het vaak het aangeven van de laatste rondes, is het zo dat, maar wat zie ik, Doren neemt, lijkt wel een beetje afscheid te nemen van Dion Frank. 1/10 zat ertussen. Nee, toch echt niet. Hij zit er weer heel dichtbij. Dion Frank, er heel dichtbij. Met Frank hebben we ook prachtig mooie beelden. Ook direct achterop de kart van Koen Doren op de nummer 4. Hij heeft ook een camera aan boord, Dion Frank. De nummer 37. De drie koplopers zitten. Kijk eens even. Pah, wat schitterend mooi. Als je de beelden zou kunnen zien, is het werkelijk fabelachtig. De beelden dat Dion Frank achter Koen Doren zit. Die zal maar thuis zitten en kijken hoe het gaat met het kleintje. Ja, het is wel leuk om te zien. Zal je gebeuren. Stel je voor, zeg. Maar goed, dat is nu helemaal niet zo. Koen Doren nog steeds aan de leiding. Voor Dion Frank. Met z'n drietjes gaan ze dan weg. Ja, het zou zomaar kunnen. Ze houden daardoor. Ik moet wel eerlijkheidshalve zeggen. Doordat hij
doordat ze gewoon op de lijn blijven rijden en Koen Doorn hem niet verdedigt, betekent ook dat ze de snelheid erin houden en dat ze daarom ook weg kunnen komen van de rest van het veld. Dion Frank dringt weer aan bij de man met startnummer 4, Koen Doorn. Zit er nog steeds achter, Frank, met 37. Zal het dan gebeuren? 1/10. Wel slim hoor, wat Doorn doet. Toch op zijn lijn blijven, betekent dat hij de snelheid blijft houden. Ja, een oude rot in het vak heeft het hem ook geleerd. En het is ook Jennifer van der Beek die vroeger ook als een kogel over de baan ging, als dame zijnde. Je zal het bijna niet zeggen, maar het is echt zo. Haar vader ook een mega snelle jongen op het circuit van Zandvoort. En De Vries natuurlijk ook. Ooit was dat de man die derde werd in het Nederlands kampioenschap. Nooit Nederlands kampioen geweest, maar wel ook 125 cc ooit gereden. De KZ-klasse toen de tijd. Ging ook met Peter van der Beek, die helaas al overleden is, naar Spanje, naar Italië toe om de wedstrijden daar te rijden. Maar dat is een heel tijdje geleden. We zien nu in ieder geval, even kijken. We hebben Koen Doorn aan de leiding. Dave van Vught. Van Vught op een achtste plek. Koenmaker op 11. Nou, al twee plaatsen opgeschoven. De man met start nummer 3. Schiet niet echt. Hè. Niet als een, hij gaat er nog niet als een komeet tussendoor. Door het veld heen. Maar het is Schoenmakers die nu op een tiende plaats zit. Gaat nu op zoek naar Pira van Haver met startnummer 51. Doorn nog steeds, houdt nog steeds de leiding. Dan Dion Frank. Dion Frank met Robert Haan. Robert de Haan. En waar? Chris Hane zit dan in het groepje daarachter als eerste. Voor de thuisblijvers, dit zijn de micromaxen. Het zijn al onze kleinste helden die we op dit moment in het zicht hebben. De kleinste helden die laten zien hoe het moet. Met oprijden en ook met starten en dat soort dingen. Het zijn prachtig mooie mannen allemaal. Klein, maar super gaaf. Zulke gave gasten. Al die kleine apen. Ja, echt fantastisch om te zien. Dat ze ook hier. Max Demerding ging even uit vanaf zijn lijn af, de 35. Om zich te verdedigen naar Chris Hanen. Daar heb je de drie koplopers. Dat is Koen Doorn. Doorn met Frank. Frank en Robert Haan. Met z'n drieën weg, hè? Ja, slim. Heel slim. Dion Frank continu. Kijkt hij, probeert hij, zoekt hij. Het gat kan niet vinden, ja of nee. Waar zit Van Vught? Van Vught inmiddels al op een zevende plek. Ja, mama. Op een zevende plek, een kind van je. Haha, van achteraf. Dat is toch wel mooi, hè? Eens even kijken, waar komt hij vandaan? Hij komt vanaf een 16e plek en zit op 7. Man, goeie dag zeg. Ah, het is wel een echte aankomende rijinstructeur, vind ik. Dat sowieso. Waar vinden we Lucas Schoenmaker? Ik zei ook dat hij, nog steeds op 10. Op zoek naar de nummer 51, Bira van Haver. Lijkt het er nou op dat Koen Doorn wat afscheid neemt? Nou, lijkt erop. Het is niet helemaal zo. Kijk, en inmiddels is Schoenmaker gaat naar 9. Bijna. Oh! Ja, dan moet je, ja. Als je Schoenmaker bij hebt, moet je opletten. Want hij is eraan voorbij. Schoenmaker is eraan voorbij. Hij is aan Bira vanavond voorbij. We hebben Doorn, Frank en Haan. Kijk, daar heb je de beelden weer van thuis. Prachtig mooie beelden zijn het. En nog steeds is het zo, de man met de camera achter Koen Doorn, de man uit Blaricum. Met z'n drieën. Doorn, Frank en De Haan. Dan hebben we Stemerink en Chris Hane. Kijk, een mooi groepje ook bij elkaar hoor. Oh, kijk. Hier is het, Donnie Hoed. Donnie Hoed met start op 11 van Chris Hane voorbij. Dani van Ruiten de snelste tijd. Lucas Schoenmaker naar 9. D van Vught op 7. En moet dan met Hoed mee. Gaat hij met Hoed mee, D van Vught? Nog niet volgens mij. Daar heb je de kopgroep. Daar is Koen Doorn met Frank en De Haan.
Dan vraag ik me af, kan Koen Doorn het geweld van de mannen achter zich afhouden? Donnie Hoed gaat. Wie gaat er mee? Daar gaat, ja, inderdaad, ik zei het al. Van Vught gaat met hem mee. Dave van Vught gaat met Donnie Hoed mee. Gaat hij eraan voorbij? Ja, volgens mij wel. Ja. Hij is aan. Nee, het is Donnie Hoed. Donnie Hoed, ja, met zijn handje. Handje omhoog, handje naar beneden. En Van Vught kijkt, zoekt het plekje. Ja, wat doet? Van Vught is eraan voorbij. Van Vught heeft het plekje te pakken. Van Vught nu voor Hoed. Mannen met elkaar in strijd. Vierde plaats voor Van Vught. Van achteraf, hè. Van achteraf naar voren. En dan de drie koplopers. We hebben Koen Doorn, Dion Frank en De Haan. Wat een schitterende wedstrijd hier, zeg. Haha, met de kleine mannen allemaal. Wat vermaken ze ons toch op een fantastische, mooie manier, die kleine mannen. En dames uiteraard, want Esme Kosterman is een dame en het is geen heer. Maar achterin maar wel heel gaaf. Het kind doet zo mega de best altijd, weet ik uit de betrouwbare kring. Koen Doorn met Dion Frank. Dion Frank met de camera krijgen we toch weer een beeld. Ja, Frank nog steeds niet eraan voorbij. Het is nog steeds Koen Doorn aan de leiding. Het staat op rook 4. Maar Van Vught komen vanaf 16, inmiddels op 4, 12 plaatsen goed gemaakt. Kijk, daar is Van Vught. Van Vught met Hoed, 35, gaat naar buiten. Dat is Stemerdink met Lucas Schoenmakers achter zich aan. Maar ik ga je vertellen, Schoenmakers laat zich niet zomaar wegzetten. Echt niet. Nee. Het is de man met startnummer 3. En dat zie ik, ja, hij is er volgens mij al aan voorbij. Dat betekent dat Stemerdink niet in de gaten had. Waarschijnlijk dat Lucas al in de buurt zat. Dat hij iets naar buiten ging om te verdedigen. Wat denkt Schoenmakers? Dan pak ik hem even aan de andere kant. Dan had hij er geen zicht even op. Volgens mij is het ook zo. We gaan het zien. We gaan zien of het Koen Doorn is die als eerste straks zal eindigen. We hebben nog een aantal minuten te gaan en wat rondes. We zien Lucas Schoenmaker ook met de snelste tijd. 51.881. 51.881. En ik zei het, hij is aan Max Stemerdink voorbij. Hij heeft dan niet zo'n opmars gemaakt als de nummer 7. Maar toch is hij langzamer zeker, komt hij naar voren toe. En wat doet hij? Hij zit achter Chris Hanen. Ook een hele rappe baas, Hanen. Zeker niet de slechtste in het veld. Maar Hanen weet ook wel hoe hij moet verdedigen. Lucas Schoenmaker, snelste tijd op dit moment. Koen Doorn nog steeds aan de leiding. Voor Dion Frank. Achter De Haan. De Haan gaat kijken, zoeken. Verliest daardoor wat snelheid, omdat dan ook Dion Frank moet verdedigen. Maar dat is een voordeel weer voor Koen Doorn. Want dan krijg je, als die met z'n twee aan het knoeien gaan, krijg je dat Koen Doorn verder weg kan komen. De man met startnummer 4. We gaan spoedig meemaken. Dan het bordje voor de laatste ronde zal spoedig naar buiten komen. Laatste ronde. Is het Koen Doorn die dan de overwinning hier gaat pakken? Ik ben er niet zeker van. Dat weet je maar nooit. Zeker in deze klasse niet. Zeker Dion Frank nog alles zal. Kijk, nu ziet Doorn. Denk van wacht even. Verdedigen. Dion Frank naar buiten, naar binnen. Laatste ronde. En dan, ja, let op. Dani van Ruiten, snelste tijd. 51.801. 51.801. Hij weet nog steeds zijn eerste plek te houden. Daar komt de fnuikende bocht. Ja, let op. Daar Frank gaat proberen. Nee, ze zijn met elkaar in de strijd. De Haan, ja, dat zei ik. De Haan en Dion Frank met elkaar aan het rommelen gaan. Betekent dat voordeel voor de koploper.
Dat betekent een voordeel voor de koploper. Ja, dat blijkt nu ook wel, want hij heeft toch een klein gaatje geslagen naar Dion Frank, naar Koen Doren. Daardoor heeft hij wat meer ruimte ook om de overwinning naar zich toe te trekken. Kijk eens aan, daar is hij, de nummer 4. Hij gaat over. Kijk eens aan, prachtig mooi. Schitterend om te zien. Twee handen omhoog. Koen Doren, Dion Frank, Robert de Haan, Dani van Ruiten, Dave van Vught. Oh, gaaf op gedaan hoor, Dave. Dan Chris Haanen met Donnie Hoed. Schoenmakers en Steemerdink. Van Haver, Steemerdink, Roodijk, Kortman, Postman, Knapen, Esme Kosterman en meer van.